Tom, ik moet jou heel eerlijk bekennen, ik ben niet zo'n heel grote fan van racegames. Maar er is echt wel één racegame die ik echt helemaal kapot heb gespeeld. Echt totdat de voorkant gewoon van de disc was geschroeid. En dat is Burnout Paradise. En de eerste keer dat ik Forza Horizon 2 zag, had ik meteen zo'n Burnout Paradise gevoel. En is dat een beetje terecht? Is het ook echt zo'n beetje als zo'n gewoon lekker rammen game als Burnout Paradise? Nou, het is niet... Kijk, Burnout Paradise draait natuurlijk ook heel erg om het crashen en zo en het beuken. Forza Horizon 2 heeft dat niet. Maar wat Burnout Paradise wel goed had, was die online wereld. Waar je met z'n allen kon freeromen en vette dingen met elkaar kon doen. En dat heeft Forza Horizon 2 wel heel erg. Ja, want het enige op de knop zat je in de multiplayer. En volgens mij is dat bij Forza Horizon 2 precies hetzelfde. Want de game draait heel erg om de multiplayer. Ja, nee, het is heel erg... Ze proberen echt heel erg mensen aan te steken om samen te gaan spelen. En dingen met elkaar te delen. En ik moet zeggen, er is een soort free... Er is een online roadtrip, heet het. En dat is super vet. Dan kun je echt met tot iets van 12 spelers... kun je gewoon seamlessly vanuit je singleplayerspel bij elkaar komen. En dan zeggen ze van, oké, je moet met z'n allen naar dat punt. En dan ga je daar een spelletje doen. Dus gaan 12 mensen door die gigantische wereld heen rijden. Allemaal naar dat punt toe. Als je er op tijd komt, krijg je ook extra bonuspuntje. Ga je daar lekker spelen. En dan meteen daarna dan zeggen ze van, nu moeten jullie met z'n allen daar naartoe. En dan ga je 5 mijl rijden naar de volgende punt. Dus het klinkt echt als een game waarbij fun een hele grote rol speelt. Betekent dat ook dat het heel erg arcade is? Want de Forza games staan natuurlijk wel een beetje bekend om een realisme. Maar het is een spin-off. Nee, het is duidelijk een spin-off, want het is enorm arcade. Het is echt, voor de mensen die Project Gotham Racing dik vonden, het doet echt dat. Want je krijgt overal punten voor, net een beetje zoals die kudos. Door dingen heen beuken, mooie drifts maken, mooie spronglanden. Krijg je allemaal punten en credits en XP voor. Dus het heeft heel erg het arcade gevoel. En ja, je moet niet gaan verwachten dat het überhaupt enigszins dichtbij komt van een realistisch racegame. Het is echt puur arcade. En... Eigenlijk is het niet zo heel erg lang geleden dat de eerste Forza Horizon ging, want het is natuurlijk een sequel. Maar dan vraag ik me af, hoeveel hebben ze kunnen aanpassen in die korte tijd? Is het echt een volwaardig vervolg? Of hebben we wel gewoon een beetje te maken met iets mooier, iets groter en net iets beter? Nou ja, dat is het dus wel. Het is wel een heel stuk mooier, omdat bijvoorbeeld dit is dus ook, ja, het is cross-gen, Xbox 360 en Xbox One. Maar het ziet op de Xbox One er echt heel strak uit. Vorige Forza Horizon had 3 radiostations, nu zijn er 7. Dat is 1 heel klassiek station. Fuck it. Het speelt zich allemaal af in een enorm soort Frans land. Je hebt Nice zit erin, of hoe heet dat? Nice? Mijn, ja, nee, nice. Volgens mij heet het ont. Nice, kan ook, ik weet niet. Mijn Franse tong is niet meer wat het geweest is. Nee, mijne ook niet. Maar je kunt een stukje Toscanië schampen en zo. Dus het is heel groot, er is meer muziek. Er zijn sowieso bij de lounge zijn er al meer dan 200 auto's. Dus het is super uitgebreid. En ja, het is natuurlijk wel kort na Forza Horizon 1. Maar ik vond het wel, naar mijn idee zag het er fantastisch uit en weet je, er zit een hippiebusje in, dus dan ben ik al, is goatee. Neem mijn €60. Hier, ik gooi geld naar de camera. Het komt niet. Oh ja, ik wil de game nu spelen. Ja, dat gaan we samen doen. Ja, samen in ons hippiebusje rijden, cruisen door Nice of Nice of hoe het ook heet. En genieten van het uitzicht, romantisch. Ik zit er helemaal voor. En luisteren naar klassieke radio. Nee, luister naar de Gamersnet Radio natuurlijk. Ja, die is nog niet confirmed. Ik vroeg het, do you have a deal with Gamersnet Radio? But, yeah, nee, ja, dat, die vragen veel geld, man. Dat is echt ongelooflijk. Nee, onmogelijk. Ja, een dealtje daarmee sluiten, niet te doen. Nee, Hans Otjes, hè, die is met zijn world is altijd. Arrogante kwal wat het is. Vreselijk type.